houden voordat er iemand gewond raakt, inclusief de inktvis. Meneer Stradley! Jullie moeten me helpen! Die grote inktvis heeft McSquidley! Oh nee! Ryder, de inktvis vindt die bollen blijkbaar erg mooi! Dat is het, Sky! Ik heb een idee! Bellenschieter! Ik kan ook helpen! Ruff, licht aan! De inktvis wil de bellen lek prikken! Heel graag gedaan. En vergeet niet, wanneer een grote inktvis ooit te gretig wordt, onhulp! Wow! Hopelijk gaat het goed met McSquidley. McSquidley, je bent terug! Daar zijn de bollen. De expositie is nu geopend. Ah, slechtste dag van mijn leven. Robbenhond, haal hem maar omhoog. Rustig aan. Hé, hey, wat gebeurt er? McSquidley, ik kan niks zien. Het werkt. De onderzeeër gaat omhoog. En die stenen komen omlaag. Het rif. Bellen schieten. Heel goed, lichtje. Het is gelukt, Pups. Laten we hem ver uit de buurt van die gul neerzetten. Je kunt er nu uitkomen. Haha, nou, ik heb tenminste één supercool onderdeel mee kunnen nemen. Kijk maar. Moby, dat is een blikje vissenvoer. Vissenvoer? Dus na al die ellende blijf ik achter met alleen dit jakkes. Nou, als jij het niet wilt hebben, willen die vissenvrienden het wel hebben. Dat lijkt me een heerlijke manier om ze te bedanken voor hun hulp. Jace. Ruff. Pepper! Zeg eens ah! Bedankt voor jullie hulp allemaal. Jullie hebben mij en het rif gered. Graag gedaan. Wanneer je vastzit in een zinkende onderzeeër, blaf dan om hulp. Eeuw! Nee, jakkes! Kom mee, we gaan! Je kunt ontspannen, Chickens. Het is voorbij. Ja, vanaf nu is het alleen nog maar rustig. Wow! Dit gaat niet goed! We hebben een grote berg sneeuw nodig. Ik kan niet stoppen. Ik kan er ook niet omheen. Inderdaad, Everest. Je moet er overheen. Dat lukt ons wel. Volgens mij wordt het zelfs waanzin. Waanzin! Ik wil dit niet! Burgemeester, Chicaletta. Bedankt dat jullie Chicaletta en mij zacht lieten landen, Pups. Geen probleem. Wanneer je op hol slaat bij een wilde rit, nou blaf dan om hulp. Oh, daar bent u, burgemeester. Het spijt mij heel erg van uw lessen. Maar we kunnen nu verder gaan, toch? Eigenlijk, François, heb ik een nieuwe activiteit gevonden die ik veel leuker vind. Let maar op.
Wauw! Ik noem net extreem sleeën. Daar houden wij van. Ja, toch, Chickaletta? Zo te zien houdt de arend ook van extreem sleeën. En van de stinkkaas. Het is oké, jongens. Hij zei alleen maar, ik kom je redden. Maar volgens mij bedoelt hij van ons. Snel, Rex. Zeg dat we proberen te helpen. Rara, rara. Ik denk dat hij me niet hoort door al die herrie. Oh, het is al goed, Timmy. Je vader kan zichzelf wel redden. Ryder, Timmy zit in de val. En nu gaat die enorme reuzenplant op hem af. Sky, gebruik je haak om die grote plant daar weg te trekken. Ja, begrepen, Ryder. Ik heb een idee. Weet je nog dat Marshall de bal van zijn neus liet vallen? Omdat hij vlinder hem kietelde? Ja, Ryder. Maar wie zegt dat planten niet tegen kietelen kunnen? Daar komen we maar op één manier achter. Faf! Dino Claw! Ja, het werkt. Nu, Rex. Die brul betekende bedankt. Graag gedaan. Wanneer je gevangen wordt door een vleesetende plant, brul dan om hulp. Vandaag koningin van Publantis. Wauw, dit is meesterlijk. Bedankt voor de hulp aan alle racers. Graag gedaan. Wanneer je in een val tuimelt, blaf dan om hulp. Dus koningin Coral, wat wil je doen op deze speciale dag? Het winnen is al genoeg, burgemeester. Maar als ik toch iets zou moeten kiezen, dan kies ik voor het allergrootste feest aller tijden. Mijn drone heeft activiteit ontdekt. Zoom in. Ik heb de mechanische haai van de burgemeester gevonden. En die heeft bezoek van een echte haai. We komen eraan. Ik denk dat die echte haai gewoon nieuwsgierig is naar die mechanische. Chase, kan je hem weglokken met je haai-onderzeeër? Tuurlijk. Ik heb nooit eerder met een echte haai gespeeld.
tenminste, Hamdinger, wij willen de magische schelp niet beschadigen. Misschien kan ik de schelp wel kietelen, zodat hij open gaat, Ryder. Ruff, bellenschieter! Van mij. Sorry, burgemeester, maar deze is van de meerpups. En er moet bij alle andere parels van Puplandis blijven. Oh, worden Ryder en die roedelpups nou nooit eens moe van altijd het goede doen? Goed gedaan, Chase. Rubble, gaat alles goed met het beeld van koning meerpup? Zo goed als nieuw, Ryder. Bedankt, Rubble. En jullie bedankt, Ryder en Aquapups, voor het redden van de magische schelp. Graag gedaan. Wanneer je magische schelp is verdwenen, blaf dan onheul. Wat zou er gebeurd zijn met burgemeester Hamdinger en zijn haai? Kittens, kunnen jullie niet recht varen? Au, sneller, kittens. Misschien kan een van jullie komen duwen. Mijn plan gaat dus toch nog perfect werken. Eerste plaats, ik kom eraan. Pups, we moeten die zandsculpturen beschermen. Maar hoe? Misschien heb ik een idee. Sorry, Uitkijk, maar je moet iets belangrijkers doen. Goed idee, Rubble. Sky, tier Rocky de lucht in. We hebben zijn gereedschap nodig. Zet je maar schrap, Rocky. Blazen uit. Hop, schroevendraaier. Oh. Oh, mijn metalen, ik bedoel zand, hoge hoed. Oh. Dat klinkt als metaal, burgemeester Rumdinger. En daarom bent u gedisqualificeerd. Alle zandsculpturen waren zo schitterend, maar Chicoletta en ik vinden beide dat de eerste prijs moet gaan naar... Boerin Yumi! Jouw zand, Bettina, was gewoonweg sensationeel! Namens al deze fantastische zandkunstenaars wil ik jullie bedanken, Ryder en Pups, voor het redden van de wedstrijd. Graag gedaan. Wanneer de wind een beetje te wild wordt... Blaf dan om hulp. En ik wil Rubble speciaal nog even bedanken. Want jij hebt jouw zandsculptuur opgeofferd om de anderen te redden. Deze trofee wil ik graag met jou delen. Echt waar? Oh, bedankt, Boerin Yumi. Ja! Ik heb het wel moeilijker gehad, geloof ik. Net op tijd. Voor mij? Ik was degene die van de berg gleed in een huis op snowboards. Hoe daarom? Ja, maar hoe krijgen we het chalet van Jake nu weer de berg op? Het is te zwaar voor één truck om een chalet over ijs en sneeuw te verslepen. Dan doen we het als een team. Zoals winterwegtruckers het doen. Concentreer je op het sturen, dan krijgen we deze wiebelwagon bij de top. Wiebelwagon. Wauw, het chalet van Jake staat weer keurig op zijn plek. Ja, maar waar zijn alle meubels? Daar zorgt burgemeester Hamdinger voor. Waar zijn mijn kittens? Dit zou veel sneller gaan met een beetje hulp. Huh? Oh. Hey, Ryder. Oh, ik zie dat je bovenop mijn berg bent. Is alles goed daar? Nou, laat ik zeggen dat juist ook een tripje heeft gemaakt. Maar alles is nu weer goed. Oh, nou, dank je. Graag gedaan. Als dingen bergafwaarts gaan, blaf dan om hulp. Ik ben blij dat iedereen nog heel is. Zonder jou was het niet gelukt. Sorry voor alle ellende.
Ik wilde alleen een vriend. Nou, je hoeft niet meer verder te zoeken. Je hebt er al eentje gevonden. Nee! Maar jij bent toch een beetje bang voor mij? Maar nu niet meer. Vrienden helpen elkaar. Jullie waren al vrienden vanaf het moment dat Rubble je wilde helpen. En jij hielp ons, Frankie. Dan zijn wij dus nu ook jouw vrienden. Yay! Ik geloof dat je nog wel meer vrienden hebt, Frankie. En ik wil Frankie en alle pups enorm bedanken voor wat jullie deden. Graag gedaan. En vergeet niet, als je ooit problemen hebt met een enorm zeewezen, blaf dan om hulp. Ik zing liever dan dat ik blaf. En met veel gemak ging die slak opeens uit haar dak. Toen zaten we in de knel, maar Frankie kwam snel. Met haar dapperheid hielp ze ons op tijd. Wow! Ik trek me even terug. Ik denk dat ik een dutje moet doen. Jij bent de beste vriend die er is, Rubble. Rubble, word wakker. Het is tijd voor het ontbijt. Hebben jullie goed geslapen? Ik heb gedroomd over een spook. Een spook? Was het een enge droom? Ja, misschien een klein beetje. Maar daarna werden we vrienden. Gast, wat gaan we eten? Wij hebben iets lekkers voor jullie. Super smakelijke, sappige zeewiertaart. Nou, dat zou eng kunnen zijn, maar niet voor mij. Ga naar de noordkant van de grot. Zie je daar een gat? Ja, ik spring erin. Wauw, we hadden de burgemeester nooit kunnen vinden zonder die zender. Maar John, neem de volgende tunnel naar links. Marshall! Burgemeester Goodway, zijn u en Chickeletta gewond? Heeft u misschien iets gekneusd door de val? Mijn pols doet een klein beetje pijn. Misschien is die verstuikt. Ik zal u helpen. Roep, pleisterrolletje! Oké, we zullen nu moeten klimmen. Geen probleem. Kom, Chickeletta. Jij ook! Weet je zeker dat we zo goed gaan? Ik kan jullie helemaal volgen. Neem de volgende naar rechts. U mag eerst, burgemeester. Hou je vast allemaal! Zie je, kleine slang? Jij bent niet de enige die loopings maakt. Zo kreeg ik dus een echte helikopterview. Dank je, Ryder. Bedankt, Pups. En jij ook bedankt, Loop. Graag gedaan. En als u ooit weer de problemen in vliegt, dan sst, u maar om hulp. Wat dachten jullie van een picknick? Er is meer dan genoeg voor iedereen. Oeh, bosbessen noedeltaart. Daar ben ik echt dol op. Hé, hey, jongens, bewaren jullie wat voor mij? Wat? Backpackgraver! Ik vind het echt een gave graver. Tijd voor wat grote druk waterkracht. Ruimtevracht klaar voor lancering. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lancering! Yeah! Oh, kijk, Chickeletta. Mijn mobiel doet het weer. Nu snel naar de les. Fijn, de navigatie werkt weer. Ah, mijn mobiel werkt. Hammy, mami. Hammy, mami. Oh, nu is mijn batterij leeg. Bedankt,
Ryder en Pups. Iedereen kan nu zijn mobiel weer gebruiken. En Chicoletta kon op tijd naar haar vogelballetles. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Als je satelliet een flinke zet nodig heeft, blaf dan een mul. Dag, Ryder. Tijd dat ik er als een raket vandoor ga. Dag, El. Laat je wielen maar draaien, fijne makker. Heb ik ze gevonden? Laten we het hopen. Sky, kan je gaan kijken bij de ballon van toerende Travis? Eddie en Emmy zijn misschien aan boord. Deze pup gaat vliegen! Ryder, de cabine is weg. Maar de zonnebril van Eddie ligt hier. Eddie en Emmy gingen vast terug naar de cabine voordat de wagen hem weer meenam. Stel dat ze erin zitten. Ryder, ik heb de ballon van Travis gevonden en ik zet hem nu neer bij Marshall. Ryder, dit zijn niet Eddie en Emmy, maar 3D-kopieën. Sky, ga op zoek naar die wagen die de cabine vervoert. Begrepen! Ryder, ik heb de wagen gevonden. Hij rijdt over de hoofdweg de stad uit. Vlieg erboven, Sky. Ik stuur Chase erheen. Hey! Ik heb toch gezegd dat dit een heel slecht idee was? Heb jij dat gezegd? Zijn jullie nog heel... Wacht, jullie zijn er toch wel, hè? Ja, wij zijn er. Ja. Mooi, want er is nog iets belangrijks dat jullie moeten doen. Het spijt ons. Bedankt, Paw Patrol, voor het vinden van de tweeling en het redden van alle neppe Emmys en Eddies. Geen probleem. Heb je te veel neppe Eddies en Emmys? Nou, blaf dan om hulp. Toch, pups? Pups? Sorry, Ryder. We speelden net weer stankbeeldje. Ryder, ik heb ze gevonden. Te gek. Ik trap ze snel als een struisvogel. Hey, kijk. Verderop is licht. We zijn bijna uit de tunnel. Dat is inderdaad een uitgang. Eén die recht boven de baai uitkomt. Rubble, kun je hier komen met je bulldozer en een pipet? En snel graag. Daar ben ik heel goed in. Rubble is aan de rol. Er is hulp onderweg. Oh, mooi. Want ik zie dat de wagen nu nog sneller gaat. Daar komt hij, Ryder. Niet springen op mijn pupbed. Ze zijn in orde. Goed gevangen, Rubble. Oh, er gaat niets boven een gezinshereniging. Oh. Op struisvogels passen is een stuk makkelijker dan op struisvogels zitten. Bedankt voor al je hulp vandaag, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. En zit je ooit op een wegrennende struisvogel? Blaf dan om hulp. Verse pupkoekjes voor alle puppies. Dank je. Bedankt. Oh, squawk, squawk. Dat is struisvogels voor. Dank je. Graag gedaan. Burgemeester, ik zal nu de luchtpomp uitschakelen. Verlenger! Nu! Het is je gelukt, Rocky! Ik ben gered! Oh, waarom zijn mijn handen toch zo baby's? Nu! Komt in orde, Ryder! Goed gevangen, Rubble! En net op tijd voor de modeshow van burgemeester Goodway. Ah. Oké, mensen. Zeg die zonnebril niet. Oeh la la.
Goodway. Ryder, wat een opluchting. Oh, bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je shirt iets te veel gaat poffen, blaf dan om hulp. Het spijt me, burgemeester Humdinger. Ik wist niet dat u ooit model bent geweest. Excuses zijn aanvaard. Misschien kan ik het hiermee goedmaken. Kijk, die kittenclub is gaan. Excusez-moi, hier komt een supermodel. Fort, fort! Hongerige pup, koele sms'er, Bigfoot op de voorpagina. Burgemeester, u heeft nog steeds de luchtpompom. Oh nee! Pofbroeken zijn al jaren niet meer in de mode. Ja! Chase, blijf onder hem en sta klaar om je net af te vuren mocht hij vallen. Ik ga ervoor. Of eigenlijk eronder, Ryder. Snel, burgemeester Humdinger. Het vliegtuig zal tegen die boom aan knallen. Het is gelukt. Je hebt me gered. Zet me nu onmiddellijk neer. Oh, pobre monito. Arm aapje. Hij mist de speelgoedpop heel erg. Oh, ik ben ook zo blij om jullie weer te zien, mijn lieve pluizen bolletjes. Kijk, veel beter. Zo, en nu wegwezen uit deze jungle voordat die reuzenaap mij weer vindt. Oh, grote hagen wil alleen maar zijn verdwenen pop. Oh, zullen we een nieuwe voor hem maken, Ryder? Oh, wat ben jij aan het doen? Burgemeester, ik maak een pop van u. Goed idee, Rocky. Ik heb het hoofd. Snel, uw hoge hoed. Ach, hier, pak aan. Als je maar zorgt dat die aap uit mijn buurt blijft. Oh. Ik ben dol op theekransjes. Wie houdt er nou niet van theekransjes? Ik. Ik heb genoeg van die thee. Maar bedankt voor het redden, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ooit het speelgoed van een reuzenaap wordt, blaf dan om hulp. Kijk, Mandy en haar aapjes hebben de pop van Harige gevonden. Oh, hey, geef mijn hoed terug. Ik ben die apenstreken zo zat. We gaan het herbouwen. Ja! Is iedereen klaar om het nieuwe café te zien? Ja! Wow, dat is zo cool! Wauw, het loopt door naar mijn boomhut! Jullie zijn geweldig, pups! Maar dat is nog niet alles. Er is nog veel meer, toch, Rubble? Kom maar eens binnenkijken! Wauw! Het café van mijn dromen! Dit is fantastisch! Dit is schitterend! Dit is onaanvaardbaar! Burgemeester Goodway, stuur mij water uit Avonturenbaai, zodat mijn kittens in bad kunnen. De kittens zijn niet de enigen die een bad nodig hebben. Ik wil mijn water! Oh. Oh. Ryder, er zit nog steeds lucht in de leidingen. Dat is normaal, maar ik hoop dat het geen extra probleem heeft gegeven. Eigenlijk, Zuma, heeft het misschien iets opgelost. Hier zijn de aardbeien-spinaziekoekjes die ik had beloofd. Dank je, Rubble, en dank je, Charger. Graag gedaan! Njam. Vergeet niet... Mag ik het zeggen, Ryder? Mag het? Ga je gang, Charger. Wanneer er een boom op je café neerstort, blaf dan om hulp! Charger.
We moeten die inktvis tegenhouden voordat er iemand gewond raakt. Inclusief de inktvis. Mr. Dudley! Jullie moeten me helpen. Die grote inktvis heeft Max Quigley. Oh nee, Ryder. De inktvis vindt die bollen blijkbaar erg mooi. Dat is het, Sky. Ik heb een idee. Bellenschieter! Ik kan ook helpen. Ruff, licht aan. De inktvis wil de bellen lek prikken. En nu brengen we die grote inktvis terug naar huis. De meerpups willen je bedanken voor het redden van de stad en het terughalen van de gouden bollen. Heel graag gedaan. En vergeet niet, wanneer een grote inktvis ooit te gretig wordt... onhulp! Wow! Hopelijk gaat het goed met Big Squidly. Daar zijn de bollen. De expositie is nu geopend. Ah, slechtste dag van mijn leven. Oh, weet je, ik heb het idee dat de onderzeeër verder gaat zinken. Heel goed, het gaat ons lukken. Ik denk dat Coral hulp kan gebruiken. Hamer er maar flink op los. Goed gedaan, maatje. Wat? Automatische piloot? Ik zie hem alweer. De laatste zit vast, Ryder. De onderzeeër is er klaar voor. Goed gedaan, pups. Robohond, haal hem maar omhoog. Rustig aan. Hé, hey, wat gebeurt er? Ik spit niet, ik kan niks zien. Het werkt. De onderzeeër gaat omhoog. En die stenen komen omlaag. Het rif. Bellen schieten. Laten we hem ver uit de buurt van die gul neerzetten. Bobby, je kunt er nu uitkomen. Haha, nou, ik heb tenminste één supercool onderdeel mee kunnen nemen. Kijk maar. Moby, dat is een blikje vissenvoer. Vissenvoer? Dus na al die ellende blijf ik achter met alleen dit jakkes. Nou, als jij het niet wilt hebben, willen die vissenvrienden het wel hebben. Dat lijkt me een heerlijke manier om ze te bedanken voor hun hulp. Chase. Ruff. Pepper. Zeg eens aan. Bedankt voor jullie hulp allemaal. Jullie hebben mij en het rif gered. Graag gedaan. Wanneer je vastzit in een zinkende onderzeeër, blaf dan om hulp. Eeuw, nee, jakkes. Oh. Kom mee, we gaan. Oh, je kunt ontspannen, chickens. Het is voorbij. Ja, vanaf nu is het alleen nog maar rustig. Wow. Dit gaat niet goed. We hebben een grote berg sneeuw nodig. Ik kan niet stoppen. Ik kan er ook niet omheen. Inderdaad, Everest. Je moet er overheen. Dat lukt ons wel. Volgens mij wordt het zelfs waanzin. Ik wil dit niet. Burgemeester, Chicoletta. Bedankt dat jullie Chicoletta en mij zacht lieten landen, pups. Geen probleem. Wanneer je op hol slaat bij een wilde rit, nou blaf dan om hulp. Oh, daar bent u, burgemeester. Het spijt mij heel erg van uw lessen. Maar we kunnen nu verder gaan, toch? Echt?
Eigenlijk, François, heb ik een nieuwe activiteit gevonden die ik veel leuker vind. Let maar op. Wauw! Ik noem het extreem sleeën. Daar houden wij van. Ja, toch, Chicoletta? Zo te zien houdt de arend ook van extreem sleeën. En van de stinkkaas. Het is oké, jongens. Hij zei alleen maar, ik kom je redden. Maar volgens mij bedoelt hij van ons. Snel, Rex. Zeg dat we proberen te helpen. Rara! Rara! Ik denk dat hij me niet hoort door al die herrie. Oh, het is al goed, Timmy. Je vader kan zichzelf wel redden. Ryder, Timmy zit in de val. En nu gaat die enorme reuzenplant op hem af. Sky, gebruik je haak om die grote plant daar weg te trekken. Ja, begrepen, Ryder. Woef! Haak! Ik heb een idee. Weet je nog dat Marshall de bal van zijn neus liet vallen? Omdat hij vlinder hem kietelde? Ja, Ryder. Maar wie zegt dat planten niet tegen kietelen kunnen? Daar komen we maar op één manier achter. Faf! Dino Klauw! Ja, het werkt. Nu, Rex. Die brul betekende bedankt. Graag gedaan. Wanneer je gevangen wordt door een vleesetende plant, brul dan om hulp. Avonturen bij Vriendschapsrace. En voor vandaag koningin van Publantis. Wauw, dit is meesterlijk. Bedankt voor de hulp aan alle racers. Graag gedaan. Wanneer je in een val tuimelt, blaf dan om hulp. Dus koningin Coral, wat wil je doen op deze speciale dag? Het winnen is al genoeg, burgemeester. Maar als ik toch iets zou moeten kiezen, dan kies ik voor het allergrootste feest aller tijden. Bezoek van een echte haai. We komen eraan. Oh, oh, oh.
Ik denk dat die echte haai gewoon nieuwsgierig is naar die mechanische. Chase, kan je hem weglokken met je haai-onderzeeër? Tuurlijk! Ik heb nooit eerder met een echte haai gespeeld. Ryder, trek dit ding van mij af! Burgemeester Hamdinger, wij willen de magische schelp niet beschadigen. Misschien kan ik de schelp wel kietelen, zodat hij open gaat, Ryder. Ruff, bellenschieter! Van mij. Sorry, burgemeester, maar deze is van de meerpups. En er moet bij alle andere parels van Puplantis blijven. Oh, worden Ryder en die roedelpups nou nooit eens moe van altijd het goede doen? Goed gedaan, Chase. Rubble, gaat alles goed met het beeld van koning Meerpup? Ja, zo goed als nieuw, Ryder. Bedankt, Rubble. En jullie bedankt, Ryder en Aquapups, voor het redden van de magische schelp. Graag gedaan. Wanneer je magische schelp is verdwenen, blaf dan onhul. Wat zou er gebeurd zijn met burgemeester Hamdinger en zijn haai? Kittens, kunnen jullie niet recht varen? Au, sneller, kittens. Misschien kan een van jullie komen duwen. Mijn plan gaat dus toch nog perfect werken. Eerste plaats, ik kom eraan. Pups, we moeten die zandsculpturen beschermen. Maar hoe? Misschien heb ik een idee. Sorry, uitkijk, maar je moet iets belangrijkers doen. Goed idee, Rubble. Sky, tier Rocky de lucht in. We hebben zijn gereedschap nodig. Zet je maar schrap, Rocky. Blazen uit. Wat? Schroevendraaier. Oh. Oh, mijn metalen. Ik bedoel zand. Hoge hoed. Oh. Dat klinkt als metaal, burgemeester Humdinger. En daarom bent u gedisqualificeerd. Alle zandsculpturen waren zo schitterend, maar Chicoletta en ik vinden beide dat de eerste prijs moet gaan naar... Boerin Jobby! Jouw zand, Bettina, was gewoonweg sensationeel! Namens al deze fantastische zandkunstenaars wil ik jullie bedanken, Ryder en Pups, voor het redden van de wedstrijd. Graag gedaan. Wanneer de wind een beetje te wild wordt... Blaf dan om hulp. En ik wil Rubble speciaal nog even bedanken. Want jij hebt jouw zandsculptuur opgeofferd om de anderen te redden. Deze trofee wil ik graag met jou delen. Echt waar? Oh, bedankt, Boerin Yumi. Ja! Ik heb het wel moeilijker gehad, geloof ik. Net op tijd. Geen gejuich voor mij. Ik was degene die van de berg gleed in een huis op snowboards. Hoe daarom... Ja, maar hoe krijgen we het chalet van Jake nu weer de berg op? Het is te zwaar voor één truck om een chalet over ijs en sneeuw te verslepen. Dan doen we het als een team. Zullen we als winterwegtruckers het doen? Concentreer je op het sturen, dan krijgen we deze wiebelwagon bij de top. Wiebelwagon. Wauw, het chalet van Jake staat weer keurig op zijn plek. Ja, maar waar zijn alle meubels? Daar zorgt burgemeester Hamdinger voor. Waar zijn mijn kittens? Dit zou veel sneller gaan met een beetje hulp. Hey, Ryder. Oh, ik zie dat je bovenop mijn berg bent.
Nou, laat ik zeggen dat juist ook een tripje heeft gemaakt. Maar alles is nu weer goed. Oh, nou dank je. Graag gedaan. Als dingen bergafwaarts gaan, blaf dan om hulp. Ik ben blij dat iedereen nog heel is. Zonder jou was het niet gelukt. Sorry voor alle ellende. Ik wilde alleen een vriend. Nou, je hoeft niet meer verder te zoeken. Je hebt er al eentje gevonden. Nee! Maar jij bent toch een beetje bang voor mij? Maar nu niet meer. Vrienden helpen elkaar. Jullie waren al vrienden vanaf het moment dat Rubble je wilde helpen. En jij hielp ons, Frankie. Dan zijn wij dus nu ook jouw vrienden. Yay! Ik geloof dat je nog wel meer vrienden hebt, Frankie. En ik wil Frankie en alle pups enorm bedanken voor wat jullie deden. Graag gedaan. En vergeet niet, als je ooit problemen hebt met een enorm zeewezen, blaf dan om hulp. Ik zing liever dan dat ik blaf. En met veel gemak ging die slak opeens uit haar dak. Toen zaten we in de knel, maar Frankie kwam snel. Met haar dapperheid hielp ze ons op tijd. Ja! Even terug. Ik denk dat ik een ditje moet doen. Jij bent de beste vriend die er is, Rubble. Rubble, word wakker. Het is tijd voor het ontbijt. Hebben jullie goed geslapen? Ik heb gedroomd over een spook. Een spook? Was het een enge droom? Ja, misschien een klein beetje. Maar daarna werden we vrienden. Gast, wat gaan we eten? Wij hebben iets lekkers voor jullie. Super smakelijke, sappige zeewiertaart. Nou, dat zou eng kunnen zijn, maar niet voor mij. Ga naar de noordkant van de grot. Zie je daar een gat? Ja, ik spring erin. Wauw, we hadden de burgemeester nooit kunnen vinden zonder die sender. Marshall, neem de volgende tunnel naar links. Marshall! Burgemeester Goodway! Zijn u en Chicoletta gewond? Heeft u misschien iets gekneusd door de val? Mijn pols doet een klein beetje pijn. Misschien is die verstuikt. Ik zal u helpen. Roep! Pleisterrolletje! Oké, we zullen nu moeten klimmen. Geen probleem. Kom, Chicoletta. Jij ook! Weet je zeker dat we zo goed gaan? Ik kan jullie helemaal volgen. Neem de volgende naar rechts. U mag eerst, burgemeester. Hou je vast allemaal! Zie je, kleine slang? Jij bent niet de enige die loopings maakt. Zo kreeg ik dus een echte helikopterview. Dank je, Ryder. Bedankt, Pups. En jij ook bedankt, Loop. Graag gedaan. En als u ooit weer de problemen invliegt, dan... Sst, u maar om hulp. Wat dachten jullie van een picknick? Er is meer dan genoeg voor iedereen. Oeh, bosbessen noedeltaart. Daar ben ik echt dol op. Hé, hey, jongens, bewaren jullie wat voor mij? Wat? Backpackgraver! Ik vind het echt een gave graver. Tijd voor wat grote druk waterkracht. Ruimtevracht klaar voor lancering. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lancering! Wow! Oh, kijk, Chicoletta. Mijn mobiel doet het weer. Nu snel naar de les. Fijn, de navigatie werkt weer.
mobiel werkt. Hammie, mami. Hammie, mami. Oh, nu is mijn batterij leeg. Bedankt, Ryder en Pups. Iedereen kan nu zijn mobiel weer gebruiken. En Chicoletta komt op tijd naar haar vogelballetles. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Als je satelliet een flinke cent nodig heeft, blaf dan een mul. Dag, Ryder. Tijd dat ik er als een raket vandoor ga. Dag, El. Laat je wielen maar draaien, fijne makker. Laten we het hopen. Sky, kan je gaan kijken bij de ballon van Toerende Travis? Eddie en Emmy zijn misschien aan boord. Deze pup gaat vliegen! Ryder, de cabine is weg. Maar de zonnebril van Eddie ligt hier. Eddie en Emmy gingen vast terug naar de cabine voordat de wagen hem weer meenam. Stel dat ze erin zitten. Ryder, ik heb de ballon van Travis gevonden en ik zet hem nu neer bij Marshall. Ryder, dit zijn niet Eddie en Emmy, maar 3D-kopieën. Sky, ga op zoek naar die wagen die de cabine vervoert. Begrepen! Ryder, ik heb de wagen gevonden. Hij rijdt over de hoofdweg de stad uit. Vlieg erboven, Sky. Ik stuur Chase erheen. Hey! Ik heb toch gezegd dat dit een heel slecht idee was? Heb jij dat gezegd? Zijn jullie nog heel... Wacht, jullie zijn er toch wel, hè? Ah, ja, wij zijn er. Ja. Mooi, want er is nog iets belangrijks dat jullie moeten doen. Het spijt ons. Bedankt, Paw Patrol, voor het vinden van de tweeling... en het redden van alle neppe Emmys en Eddies. Geen probleem. Heb je te veel neppe Eddies en Emmys? Nou, blaf dan om hulp. Toch, pups? Pups? Sorry, Ryder. We speelden net weer standbeeldje. Ryder, ik heb ze gevonden. Te gek. Ik trap zo snel als een struisvogel. Hey, kijk. Verder op het licht. We zijn bijna uit de tunnel. Dat is inderdaad een uitgang. Eén die recht boven de baai uitkomt. Rubble, kun je hier komen met je bulldozer en een puppet? En snel graag. Daar ben ik heel goed in. Rubble is aan de rol. Er is hulp onderweg. Oh, mooi. Want ik zie dat de wagen nu nog sneller gaat. Daar komt hij, Ryder. Niet springen op mijn pupbed. Ze zijn in orde. Goed gevangen, Rubble. Oh, er gaat niets boven een gezinshereniging. Oh. Op struisvogels passen is een stuk makkelijker dan op struisvogels zitten. Bedankt voor al je hulp vandaag, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. En zit je ooit op een wegrennende struisvogel? Blaf dan om hulp. Verse pupkoekjes voor alle puppies. Dank je. Bedankt. Oh, squawk, squawk. Dat is struisvogels voor. Dank je. Graag gedaan. Burgemeester, ik zal nu de luchtpomp uitschakelen. Verlenger. Het is je gelukt, Rocky. Ik ben gered. Oh, waarom zijn mijn handen toch zo baby's? Nu. Komt in orde, Ryder. Goed gevangen, Rubble.
En net op tijd voor de modeshow van burgemeester Goodway. Oké, mensen. Zeg die zonnebril niet. Oeh, la la. Burgemeester Goodway. Ryder, wat een opluchting. Oh, bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je shirt iets te veel gaat poffen, blaf dan om hulp. Het spijt me, burgemeester Humdinger. Ik wist niet dat u ooit model bent geweest. Excuses zijn aanvaard. Misschien kan ik het hiermee goedmaken. Kijk, die kittenclub is gaan. Excusez-moi, hier komt een supermodel. Fort, fort! Hongerige pup, koele sms'er, Bigfoot op de voorpagina. Burgemeester, u heeft nog steeds de luchtpomp om. Oh nee! Pofbroeken zijn al jaren niet meer in de mode. Blijf onder hem en sta klaar om je net af te vuren, mocht hij vallen. Ik ga ervoor. Of eigenlijk eronder, Ryder. Snel, burgemeester Humdinger. Het vliegtuig zal tegen die boom aan knallen. Het is gelukt. Je hebt me gered. Zet me nu onmiddellijk neer. Oh, pobre monito. Arm aapje. Hij mist de speelgoedpop heel erg. Oh, ik ben ook zo blij om jullie weer te zien, mijn lieve pluizenbolletjes. Kijk, veel beter. Zo, en nu wegwezen uit deze jungle voordat die reuzenaap mij weer vindt. Oh, grote hagen wil alleen maar zijn verdwenen pop. Oh, zullen we een nieuwe voor hem maken, Ryder? Oh, wat ben jij aan het doen? Burgemeester, ik maak een pop van u. Goed idee, Rocky. Ik heb het hoofd. Snel, uw hoge hoed. Ah, hier, pak aan. Als je maar zorgt dat die aap uit mijn buurt blijft. Oh. Ik ben dol op theekransjes. Wie houdt er nou niet van theekransjes? Ik. Ik heb genoeg van die thee. Maar bedankt voor het redden, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ooit het speelgoed van een reuzenaap wordt, blaf dan om hulp. Kijk, Mandy en haar aapjes hebben de pop van Harige gevonden. Hey, geef mijn hoed terug. Ik ben die apenstreken zo zacht. We gaan het herbouwen. Ja! Is iedereen klaar om het nieuwe café te zien? Ja! Wow, dat is zo cool! Wauw, het loopt door naar mijn boomhut! Jullie zijn geweldig, pups! Maar dat is nog niet alles. Er is nog veel meer, toch, Rubble? Kom maar eens binnenkijken! Wauw! Het café van mijn dromen! Dit is fantastisch! Dit is schitterend! Dit is onaanvaardbaar! Burgemeester Goodway, stuur mij water uit Avonturenbaai, zodat mijn kittens in bad kunnen. De kittens zijn niet de enigen die een bad nodig hebben. Ik wil mijn water! Ryder, er zit nog steeds lucht in de leidingen. Dat is normaal, maar ik hoop dat het geen extra probleem heeft gegeven. Eigenlijk, Zuma, heeft het misschien iets opgelost. Hier zijn de aardbeien-spinaziekoekjes die ik had beloofd. Dank je, Rubble, en dank je, Charger. Graag gedaan! Vergeet niet... Mag ik het zeggen, Ryder?
Mag het? Ga je gang, Charger. Wanneer er een boom op je café neerstort, blaf dan om hulp. Charger.